Breda Nu. Je weet het meteen. Het gerechtshof in Den Haag heeft bepaald dat rookruimtes in hotels, cafés en restaurants moeten verdwijnen. Wij gingen de straat op om te kijken hoe dit de gemiddelde Bredenaar treft. Mij maakt het in principe niet zoveel uit. Ik ben geen roker. Maar ja, als mensen staan te roken waar ik bij ben of gewoon in een rookruimte. Kijk, wat mij betreft, als je wil roken, rook gewoon. Doe het buiten, doe het binnen. Mij maakt het allemaal niet uit. Ik hou heel erg van een sigaretje bij mijn biertje. Dan vond ik rookruimtes op zich nog wel een mooie tussenstap. Er wordt nu opgeheven. Dat vind ik eigenlijk wel jammer, eerlijk gezegd. Maar vooral omdat je nu als roker naar buiten wordt gestuurd, dan vind ik het zelf niet erg om buiten te staan. Maar de buren, die hebben daar een probleem mee. Ja, ik vind het eigenlijk wel een goed idee, want roken is gewoon super slecht voor je. En voor andere mensen ook, als je er niet van houdt, dan word je er toch mee geconfronteerd. Ja, en ook al heb je zo'n ruimte, dan hebben andere mensen er nogal last van. Dus. Ik vind het woord illegaal een beetje te ver doorslaan. Ja, we hebben onze eigen verantwoordelijkheid. En ja, het is al niet erom te beslissen of je wel of niet zou moeten roken. Maar om het nou zo rigide in te richten, ja, is misschien een beetje te ver doorgeslagen. Ik heb jaren gerookt. Maar roken is gewoon zo raar. Die longen die God zo prachtig mooi gemaakt heeft, die ben je aan het zwart maken. En dan denk je, dat doe je omdat je in de leugen gelooft dat het lekker is. Maar dat is helemaal niet lekker. Zo raar. Dus je zegt gewoon niet meer binnen roken? Nee, gewoon rare roken afschaffen. Maar de mensen die moeten roken, want de mensen geloven in leugens. En zolang je gelooft in leugens, ga je dingen doen die God verboden heeft. Ik vind het een beetje zonde dat je iedere keer naar buiten moet en weer achter in de rij moet gaan staan om dan weer naar binnen te mogen. Dus ik vind het eigenlijk niet zo'n heel erg buikenplan. Of iemand nou buiten of binnen rookt, alleen maar beter dat je buiten rookt. Ja, ben ik mee eens. Ik vind het wel normaal dat er niet meer binnen gerookt mag worden. Ik vind het smerig. Ja, als er een bepaalde rookruimte voor is, denk ik van ja, daar kan het toch geen kwaad. Als iedereen daar toch staat bij elkaar, dan denk ik van misschien is het zelfs nog wel gezellig. Een rookruimte is stiekem gewoon nog steeds eigenlijk wel een prima plan. Echt schandalig. De mensen die niet roken hebben een keuze. Die kunnen naar de horeca, naar een kroeg of een discotheek of weet ik het waar. Dat mag niet gerookt worden, maar de rokers hebben geen keuze meer. Wij gaan gewoon niet. In een restaurant, oké, vind ik logisch dat je niet mag roken. Maar in een kroeg, kom op zeg, je mag zelf bepalen waar je heen gaat. En dan ga je naar de kroeg waar er minder gerookt wordt of waar geen rookruimte is of wat dan ook. Breda Nu. Je weet het meteen.